Oh jee. Every fucking time. Ja, het is echt de eerste keer dat het nog gebeurt. Voedselverspilling is vet stom. Maar toch gooien we in Nederland ieder jaar 2,5 miljoen ton voedsel weg. Dat is echt niet nodig. Oh. In deze serie laat ik samen met Too Good To Go zien hoe leuk het is om creatief te zijn met voedsel dat anders verspild wordt. Too Good To Go is een sociale onderneming gericht op het verminderen van voedselverspilling. Zo kan je via de app een magic box met eten dat anders moet worden weggegooid ophalen bij restaurants, bakkers en supermarkten. Oh, nou, lekker! Wat? Dit is Wat Bakken We Ervan. Hallo lieve mensen, ik ben Marije, dit is mijn keuken en mijn gast van vandaag is Eke Bosman, radioredacteur, maar vooral bekend als Snacksper. Op Instagram reviewt hij namelijk snacks. Eke, kom er maar bij. Leef. Alsof het je laatste dag is. Ja, ja. Daar begint het al mee. Ja, daar begint het al mee. Je mag hier plaats nemen. Dankjewel. Heb je er een beetje zin in? Vind je het spannend? Ik vind het heel spannend. Ja? Ja, ik kraak altijd andermans eten af en nu moet ik zelf eten gaan maken. Ja, oké. Okay. Dus... Maar kan je een beetje koken? Doe je het graag thuis? Ja, dat wel. Maar wel met bemoeienis van mijn vriendin. Goed. De regels. Ja. 45 minuten heb je de tijd om een mooi gerecht te maken of meerdere gerechten. Ga los als je wil. Ja. Dan mag je één joker inzetten. Dat betekent dat je 10 minuten de tijd hebt om naar de supermarkt te gaan om een ingrediënt te halen wat je mist in jouw gerecht. Oh. Maximaal 3 euro. Je wordt uiteindelijk beoordeeld door de jury, Max. Ja. Op... Oh, dat komt wel goed. Ja, vindt hij je aardig, denk je? Je hebt het ontvangen, toch? Het geld. Ja, ja, top. Je wordt beoordeeld op smaak, creativiteit en presentatie. Je mag eventueel een kookboek raadplegen als je wil, maar je mag niet een recept nakoken. En alles wat je normaal in een normale keuken kunt vinden, dus olijfolie, peper, zout, mag je gebruiken. Deze twee tassen hebben wij opgehaald via Too Good To Go. Dit is dus eten wat anders verspild wordt. En hier mag je een gerecht mee gaan maken. Je hoeft niet alles te gebruiken, maar het wordt wel natuurlijk goed gewaardeerd. Ja. Dus zeg maar, heb je een voorkeur? Je mag niet kijken. Die. Oké, okay, top. Denk ik. Oké, okay, dan hebben we even 2 minuten om te kijken twee wat erin minuten? Zit. En dan zetten we de kookwekker aan. Ja, Thijs. Dat heb ik nog nooit gekocht in mijn hele leven. Nero. Oh, aubergine, helemaal top. Hier kan ik zeker wat mee. Tempeh. Ja, lekker. Kikkererwten, wat goed. Rode biet. Hey! Wat is er? Ik moet me een breuk snijden en jij hebt gewoon kanten klaar. Goed hè? Ben je er klaar voor? Ik ben er totaal niet klaar voor. Nou, mooi. Mooi. Ik ook niet, dus dat scheelt. 45 minuten en go! Oké, top. Alright. Helemaal goed. Mes. Daar. Oh ja, daar. Hoppa. Ga je meteen al beginnen? Ik ga even. Ik zie de zoete aardappelfrietje. Zoete aardappelen. Je weet wat ik ga doen. Ja, je mag ook wel vertellen wat je gaat doen. Zoete aardappelen, dan moet je altijd gewoon frietjes van maken. Hè? Ik bedoel, dat is het allerlekkerst. Ja, ik moet hier misschien wel iets Aziatisch mee of zo, maar dat vind ik wel... Maar mensen doen het ook met schil, hè, de zoete aardappelfrietjes. Oh, ja, moet je gewoon schil aanlaten. Er zitten superveel voedingsstoffen onder de schil. Ja, maar ga je wel even wassen. Dat lijkt me een strak plan. Hoppa. Kartelmes. Hoppa, top. Ik gebruik altijd een kartelmes, vraag me niet waarom. Dit werkt gewoon niet. Nee, hier moet ik gewoon... Mag ik een andere mes gebruiken? Deze werkt ook niet. God. Misschien werkt deze mes. Ik weet het jongens. Oh, ik god. Weet iets. Oh god. Ja, je mag doorgaan. Neem de tijd hoor. Ja. Met de pannen pakken. Ik misschien weet het, we het toch goed zo doen. Ik weet het. Ja, dit werkt. Gewoon ga jij je ook er nog inzetten, Eken? Nee. Nee? Nee, je moet altijd roeien met de riemen die je hebt. Max, niet kijken. Hoppa. Ik krijg hem niet toe, jongens. Hoe vind je het zelf gaan tot nu toe? Anders vertel je even aan de mensen wat je van plan bent. Ik zie wat kikkererwten en het lijkt me heel erg leuk om iets te doen met falafel. Maar ik zit te denken, hoe maak je een beetje falafel? Ik heb geen paneermeel of zo. Ik heb wel paneer, maar dat is geen paneermeel. Zeg je? Paneermeel mag. Paneermeel mag. Het is heel fijn om te werken met hele capabele juryleden. Ik zie hier allemaal mensen achter de camera doodsangsten uitslaan. Wacht, nog even iets kleiner. Ga je zo weinig pompoen bereiden? Ondertussen ga ik even afleiden met een stelling. Oh god.
Jouw allerliefste snack is een frikandel, hè? XXL. Hey, maar XXL, hoe weet je dat? Wat goed. Ik doe mijn research, mensen. Ik hou van frikandel. Maar oké, dan is de stelling. Ja. Alleen nog maar frikandel XXL in je hele leven eten? Ja. Of alles behalve frikandel? Hele leven lang met frikandel eten. Dat is echt het allerlekkerste wat er is. Echt? Ja, echt waar. Wat ga ik nu doen? De frietjes zijn klaar. Ik heb vanaf... Denk je dat zure room in combinatie met kikkererwten dat het lekker is? Kijk, lekker plus lekker hoeft niet per se lekker te zijn. Ik hoor niks. Nee, jij hoort zeker niet. Jij bent ook frietjes aan het maken. Ja. Heb ik ooit van mijn leven falafel gemaakt? Nee. Echt? Heb je dat nooit gemaakt? Nee, nog nooit gemaakt. Nice. En dan denk je... in andermans spullen, hè? Dus je gaat dat nu gewoon voor het eerst proberen? Ja, terwijl precies. De winst op het spel staat. Nee, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het kan. Dat is wel de mooiste quote die er is. Ja, precies. Ik heb hem ook wel eens gebruikt. Dus weet je, we zitten great helemaal op een lijn. Voor het eerst in mijn leven heb ik het gevoel dat ik goede ideeën heb. Ik ga een Amerikaans thema doen. Wacht. Amerikaans thema? Love it. Oké, ik ga naar de supermarkt. Succes! Ik hoop dat er een file is. 10 minuutjes. Ja. Go. Doe je die schoenen aan? Fuck you. Oh, heel moe. Zet een strakke broek. Wat gaan we halen? Ik geef mijn vegan hart aan de kant schuiven. Oh. Gewoon een beetje kaas. Oké. Ik ga mac en cheese maken. Mac en cheese. Mij lijkt lekker om zo'n aubergine-achtige falafel te maken. Waarin ga je de falafel doen? Hoe bedoel je? Je hebt natuurlijk niet, je hebt niet een broodje. Nee, nee, dat voor daarnaast. Ik doe er gewoon zo'n salade met frietjes en wat saus eroverheen. En je hebt kaas. En ik heb kaas, ja, paneerkaas. En dat doe ik in de salade, die kaas. Weet je wat je kan doen? Nou? Ik weet niet of ik de hint mag geven, maar dat ga ik gewoon doen natuurlijk. Ik weet niet wat je van die snack vindt, maar een soort van kapsalon maken. Wajo. Je hebt gelijk. Oké, ja, ik denk dat ik een soort kapsalon toch moet gaan maken. Ik heb echt wel een goed gevoel deze keer. Als... Ja. Stroom? Stroom. Ah, hij is niet aangesloten. Gaan we. Waarom doet hij het niet? Zo, gesport. Kaas. Oké. Even een stelling. Ja, een stelling. Moet ik even omdraaien? Wat is je favoriete... Favoriete... Wat is je favoriete gerecht om thuis te maken? Pasta met pittige worst. Dat is dan pappardellenpasta met... pecorino romano erin en oesterzwammen en wat hete chilipepers. Wauw, hou je van pittig eten? Ik hou van pittig eten. Wat ik jullie ga laten zien, beste kijkers... Oh jee. ...is hoe je zelf vegan mayonaise maakt. Sojamelk, citroensap, zout en... Oh, je mosterd! En dan doe je dat dus in een blender. En dan giet je dan heel langzaam olie bij. Ik zweer het je, vet lekker mayo. Wat is je favoriete mayo-merk eigenlijk? Oeh, dat is bij jou wel een belangrijke vraag natuurlijk. Ja, precies. Dat vraag ik ook altijd op eerste dates. Ja, precies. In één vraag weet je helemaal hoe die persoon in elkaar steekt. Precies. Nou, in Amerika hebben ze een hele lekkere vegan mayo. Ja. Kensington of zo heet dat? Verschrikkelijke band, maar ik ga verder. Ja. Dat is een lekkere mayo. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Nee, vertel dat eens even. Nee, ik weet wel wat voor gerecht ik ga maken. Oh. Maar ik heb eigenlijk hoe je geen... daar komt? Maar hoe ik daar kom... 20 minuten? Shit. Dat is heel normaal. Dat is heel normaal. Weet je zeker dat je je curry doorheen doet? Heb je al een idee wat ik aan het maken ben? Wat jij aan het maken bent? Ja.
heb je zelf een idee. Ja. Goed, hè? Begin die overwinning te ruiken. Denk zo. Hallo. Welke snack maak je graag zelf? Dat is een goede vraag, want ik maak hamburgers. Hamburgers maak ik het liefst zelf. Is dat een snack dan? Ik vind dat wel een snack, want eet je het bij de koffie? Nou ja, op Lowlands wel. Op Lowlands wel, ja oké, okay, ja. Maar ik vind het wel een snack, net als pizza's of zo. Is dat de regel voor ja, wat een snack is? Ja, dat is eigenlijk mijn eigen definitie van snack. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Eet je bij de koffie. Kijk, mensen zeggen ook van, oh ja, waarom recenseer je geen Mars of Twix of zo? Maar dat zijn allemaal dingen die je ook bij de koffie kunt eten. Het zijn allemaal zoetige dingen. Ik heb heel veel over. Ik heb nog een kwartier. Je hoeft niet alles te gebruiken. Nee, ik hoef niet alles te gebruiken, maar ik vind het wel leuk om alles te gebruiken. Okay. Paprika, kom er op zich wel in. Ga ik dat nog even snel doen? Kan ik zo erin gooien? Ja, precies. Ik like how this looks. Wat voor saus ga ik erbij gebruiken? Wil jij een klein blikje in mijn dinges hebben? Gadverdamme. Ja. Wacht maar tot je proeft. Pumpkin mac and cheese. Not too shabby. Mag ik sriracha gebruiken of is dat net... Sherry? Sriracha? Top. Als ik een tip mag geven, haal sriracha in huis. Want sriracha is de allerlekkerste sausmaker die er is. Sriracha door mayonaise, sriracha door frietsaus. Het is zo lekker. Het is niet normaal. Op verpakkingen kunnen twee soorten houdbaarheidsdatum staan. THT staat voor tenminste houdbaar tot. En die datum vind je op producten die niet snel bederven. Na de THT-datum kan de kwaliteit van het product achteruit gaan, maar je kan het dan vaak nog wel eten. TGT staat voor te gebruiken tot. En die datum is de laatste dag waarop het nog veilig is om het product te eten. Na deze datum kun je het dus wegsodemieteren zonder dat je op straat achterna wordt gezeten door een razende Greta Thunberg. How dare you! Wat hebben we nog? Oh, 12 minuten. Hello. Ik heb friet met mayo en ik heb een pompoen mac and cheese. Wat zal ik daar nog eens bij gaan doen? Oké, dat staat aan. Ik maak de saus. Die gaat straks over de dingen. Ik heb nog 12 minuten. Ga ik dan iets nieuws bedenken wat waarschijnlijk gaat mislukken? Ik zit daar dus ook mee. Ja. Moet ik het nog? Want ik heb nog van die sla en cavolo nero. Maar ga ik nog een salade bij doen? Of gaan we iets aan de garnering doen of de opmaak? Ja, precies. De presentatie telt natuurlijk wel zwaar. Ja, precies, dus ik laat die salade zitten. Spijt me ontzettend. Ja. Als dat een tactiek van mij was, alsof ik gezond ga serveren. Ja, precies. Oké. Het ziet er totaal niet uit. Nee? Dat is een airfryer, hè? Er zit geen echt frituurservet erin. Nee, maar het gaat niet om... Het gaat om het innerlijk, ja, inderdaad. Precies. Aangezien je zo'n fan bent van sriracha. Oh, wat aardig van je. Nu maar sriracha bij een Amerikaans gerecht? Ja joh, fusion cooking. Zo. Het begint ergens op te lijken. Oké, laten we hier even van genieten van dit moment. Precies. Laten we dit gewoon eventjes, anders even een meditatie doen of zo. Of een ode aan de snacklied. Ja. Heb je een leuk snacklied? Snacklied? Ja, nou, je hebt heel veel hè. Let's talk about snacks. Let's talk about snacks, baby. Let's talk about you and me. Oké. Okay. Yeah. I just had snacks. Hoe gaat die? I just had snacks. Heb jij geen snacklied? I want to have snacks on the beach. Come on everybody, snacks on the beach. Nog 3 minuten, ik ga hem maar uithalen. Ze zien er totaal niet uit, maar dat maakt niet uit. Hello, my baby. Heet. Het ziet er zo waar goed uit. Ha! Oeh. Oké, nu begint het ergens op te lijken. Deze mag ook even. Ah. Hoppatee! We zijn klaar. Bam. Mijn gerecht heet geel. Dat is je shirt. Hey. Zo, hoe vond je het? Intens. Ja? Ben je 45 moe? Minuten gaan zo snel voorbij. Bij een voetbalwedstrijd duren 45 minuten heel lang, maar hier. Jeetje zeg. Ben je blij met wat je hebt gemaakt? Laten we zeggen, op hoofd van zegen. Even niet kijken. Hey! Oké. Jury, ik kom even bij jou staan. Oké. Laten we beginnen met jouw gerecht. Oké.
Jij mag je gerecht introduceren met naam en wat het is. Helemaal goed. Oké, dit is een soort ode aan de kapsalon. Okay. Met erbij wat falafel. Ik noem hem Bad Hair Day. Er zijn natuurlijk bepaalde verwachtingen, hè, ja. Als jij komt. Ja. En dan met een kapsalon komen, ik vind het heel goed. Creativiteit en vier. Op presentatie? Ik geef hier 1,5 punt. Oh, dat vind ik best wel netjes. Dat is heel goed. Yes! 1,5. Wauw, had ik niet verwacht. Je bent de eerste die daar blij mee is. Op smaak. Op smaak, ik ben echt benieuwd. Hij hoeft niet te braken, dat scheelt alweer. Als het met land is. Precies. Ik vind jouw reactie heel erg meevallen. Ja, ik ben een super aardige jongen, maar... Het is vreselijk. Het is geen winnaar. Dus. Ik vind die sausding die je gemaakt hebt en die kaas en zo, dat werkt heel lekker samen. Ja, nee, precies. Dat is ook mijn signature, hè? Op smaak. Hoeveel punten? 2 punten. Oh, dat vind ik best wel netjes. Ik ben even trots op mezelf. Nou, dit is... Wauw. American Sweethearts, noem ik dit. Het zijn 2 pompoen mac and cheese. Dit is gewoon een ordinaire pompoen mac and cheese. Of gewoon normaal. Wat zijn verschillende? En dit is een sriracha hete pompoen mac and cheese. En dit is gewoon friet met vegan mayo. Alright. Patat. Patat. Friet patat. Friet patat. Dus ja. Ik vind sowieso de 2 soorten mac and cheese wel creatief. Dus ik geef je voor creativiteit 3,5 punten. Ik sta voor. Ik vind de presentatie echt super. Wat ga je nou maken van mac and cheese? En dan vind ik dit heel leuk. De presentatie geef je 3 punten. Ook gewoon. En dan nu waar het om gaat, hè? Op smaak. Aardappels hebben nu net iets te lang gestaan, maar ik denk dat die heel lekker zijn geworden. Heel goed. Mm. Mayo mist op smaak. Oh ja? Ja, mist echt smaak. Dit niet. Dit is lekker. Dit is echt heel lekker. Ja? Dus vooral gebaseerd op wat hier gebeurt, geef ik je op smaak 4 punten. Oh, ik denk dat ik dat nog nooit heb gehad. Wie heeft er dan gewonnen? Wie heeft er dan gewonnen? Marijn heeft gewonnen, ja. Gefeliciteerd. Ik ben echt vet blij, weet je dat? Ik ook. Ik weet niet meer hoe het voelde namelijk om te winnen. Dit is misschien gewoon niet jouw challenge geweest, nee. Maar we hebben net een challenge gedaan en dat was natuurlijk wel helemaal jouw challenge. Ja, dat was wel, nou ja, 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 ja. Laten we daar even naar gaan kijken. Oké. Okay. Kaas of vlees? Dat is mijn lievelings. Maar hoe snel kan je zo'n snoeihete lavaflap eigenlijk eten? Welkom bij de grote kaasvlee challenge. Eindmaal vegan kaasvlee. Oh. Hier maar eens even een recensie over. Oké, moet ik nu? 2, 1, go! Ah, shit. Altijd aan de randje beginnen. Ah, is echt heet. Moet niet met volle mond praten. Ja, dat doet iedereen. Ja. Meest ontspannen. Ik begin altijd met de randjes, zodat er wat lucht uitkomt. Maar... Iedereen heeft een andere techniek. Ik ben echt traag. Je geniet er gewoon van. Ja, ik geniet er zeker van. Dus vegan. Ja, 100%. We leven echt in 2020, hè? Ik wil graag een lege mond zien. Ja. Ja. Ah! Vond je hem lekker? Hij was lekker. Echt fantastisch. The future is now, people. Ja, the future is now. Eke, hoe denk je dat je het gedaan hebt? Onderaan. Ja, denk je dat je het... Nee, ik denk boven Sunny. Denk nog. Maar ik denk onder Jet. Jouw tijd was... Ja. 0. Dan komt ie. Het moment van de waarheid. Is het een 1 of een 2? Het is een 2. Punt. Punt. Nu komt het. Nu komt het spannende. 0. Echt? 5. Nee. Dus echt een seconde. Je hebt echt perfect onder Jet gescoord. Wat goed. Ik ben echt blij. Ja, ben je blij? Ja, je was niet laatste. Ja, ik ben niet laatste geworden. Lekker, well man. Lekker. Hey, dit was alweer de laatste aflevering van dit seizoen. En ik ben sad, ja, ik ben sad. Maar wil je nou dat we meer afleveringen gaan maken? Laat dan sowieso ook even weten wie jij daar graag als gast zou willen zien. Dus laat dat weten in de comments. Nogmaals bedankt voor het kijken. Onthoud, voedselverspilling is vet stom, dus wees creatief met wat je in de keuken hebt liggen. En tot ziens! Wat is dit voor verschrikking? Dat is het grootste wat ik ooit heb gegeten.